Meneer de voorzitter, Internationale Vrouwendag, dat hebben de vrouwen aan zichzelf te danken. U zoekt rolmodellen. En wel, ik zie hier twee grote voor mij. Als wij de quota in de politiek niet hadden ingevoerd, collega Homans, dan was u in 2009 waarschijnlijk niet van op de tweede plaats hier in het parlement verkozen. Was de quota niet ingevoerd geweest, dan stond ik waarschijnlijk niet op plaats 4 en was ik niet verkozen. Mag ik mijn zin afmaken, meneer de voorzitter? Dan was ik hier ook niet. Wat wij politici onszelf gunnen, we zouden ons moeten schamen om het niet aan alle vrouwen op elke functie te gunnen. Mevrouw Turan, ik zit niet op een stoel, maar anders had ik eraf gevallen. Wat u zegt, vind ik echt helemaal tergend. Eigenlijk zegt u dat alle vrouwen die hier in dit parlement verkozen zijn, dat die hier zijn gekomen Absoluut. Op basis van de quota. Dat is wat u gezegd hebt. Dat kan misschien voor u gelden, maar dat geldt niet voor mij. Mevrouw Turan, ik begrijp het werkelijk niet dat deze woorden uit uw mond komen. Dat kan misschien voor u gelden, maar geldt niet voor mij, geldt niet voor mevrouw Van Wezenbeek en geldt niet voor alle andere vrouwen hier aanwezig in dit parlement. Wij hadden het ook gehad zonder dat systeem.